Denk je dat een beenhouwer voor iets tussen zit? Hoezo? Die klonk toch wel verdacht? Ja, maar gaat je me nog ondervragen? Allee, ja. Oké, goed. Laat dan iets weten, hè, Chris. Merci, ja. Dus Wannes, jij hebt jouw rugzak gevonden, of wat? Ja, dat klopt. Mag ik weten waarom dat je daar zo vroeg waakt, Marius? Turken met mijn mountainbike. Zo vroeg al? Ja, Chris. Is fietsen voor 7 uur 's morgens verboden, of wat? Nee, maar ik vind dat wel een beetje raar. Ja. Allee, ik zal het dan maar zeggen. Ik had een bras met die van ons en ik moest er even tussenuit. Ik had samen iets aangedaan. Allee, jong. Ja. Je weet toch hoe dat gaat, mevrouw? Ze zouden er nog zot maken. Ja, dat is waar. Uw vrouw die kan dat verhaal volledig bevestigen, of wat? Natuurlijk. En die rugzak, die hadden gevonden achter de brug aan een terminus van de bussen. Dat klopt. Hadden we de rest nog iets verdacht gezien? Goh, nee, iets verdacht niet, nee. Maar als je het zegt, ik heb daar een reebox gezien lopen, Chris. Als je mijn gewerken had bijgehad, ik heb het afgeschoten. Anders, dat mogen we niet doen, hè, jong. Goh, maar lijkt dat zo lekker, Chris. Allee, kom, het is goed. Dat geweer, heb je daar eigenlijk een vergunning van? Niet zwazen, hè, Chris? Zullen jij van mij naar een verdachte opmaken, of wat? Ga toch maar niet te ver van huis. Het zou kunnen dat je nog eens naar het bureau mocht komen om wat meer uitleg te geven. Och, jong. Ah, hé, hey, chef. Ja, ze denken dat een beenhouwer ervoor iets tussen zit.